Zo, ja, ja. Ja, meneer, die reed door rood. Ah, oh, meneer? Ja. Ja, meneer heeft ook rood, hè? Dus dat scheelt. Meneer heeft ook rood, hè? Dus dat scheelt. Ja. Oh, lekker. Is allemaal kleuren erop zijn. Wat nou weer? Je maakt een opmerking terwijl ik een slokje aan het nemen ben. Ik kon me even niet meer inhouden. Mag ik even drinken? Dank u. Ja, maar wat zou kleurendoof inhouden dan? Dat is even aan de kijker. Weet ik niet. Mevrouw, weet u wat kleurendoof is? Nee, kleurendoof. Weet u wat het is? Nee, ook niet. Daar komt hij mee namelijk. Misschien kleurenblind en me dan het niet kunnen horen. Yes. Ja, oké, okay, ja. Ik kan niet veel horen. Wat voor kleur zeg je? Ik hoor je niet. Bruin? Wat zeg je nou? Ik hoor je niet. Welke kleur zeg je? Auw, WD-40 spuit. Welke kleur is het groene licht? Wat? Ja, rood. Blauw? Nee, ja. Bruin. Dit is zwart? Wit, ja. Grijs? Ja, grijs. Goed. En wat voor kleur is dat? Groen. Oké, dat is mooi. Dat dacht die man ook namelijk. En dus alle rode kleuren die zijn groen? Ja, die man heeft ook een groen shirt aan. Die rood, die er groen reed zijn. Ex-rood. Nissan. Rood, het nieuwe groen. Vakgarage, korte kaas. Den Haag. Nou, heel, heel kort, kaas. Wat langere kaas hoor. Veel te kort. Oh, wauw. Lopen. Deze hiernaast, ja, is geel, oké. Okay. En wat is die kleur dan? Welke kleur? Ja, die bovenste drie. De bovenste drie? Ja. Deze drie, die... Ik zie geen bovenste drie. Oké, okay, ja, het is nou doorrijlicht. Nou. Dus groen is rood. En wat is rood dan? Rood. Nee, ik ook niet meer. Maar dat geeft niet. Ja, als je kleurenblind bent, dan zie je rood-groen de verschillen niet meer, dacht ik. Ja. En roze en... wat is dat nou? En twee schakeringen geel. Oké. Okay. Die kun je niet onderscheiden, maar... Wat doen ze nou bij woestijnvliegers? Dan willen ze juist die kleurenblinde mensen hebben. Ja. Op vliegtuigen om bommen af te gooien. Want die zien die camouflage netten als een duidelijk verschil, wat normale mensen niet als verschil zien. Oké. Okay. Dat is het grappige. Stomme woorden. Jee, bochie! Deze trend deze kant op, maar gelukkig niet. Een Kia Picanto. Gele. Het is gelijk goed. Ja. Dit gaat rood, want het is ook niet. Ja. Ja. Jammer. Wat? Net op tijd, meneertje. Met je Kia Picanto. Maar je staat wel op hoor, meneer. Ja, staat er precies op. Kleur dan. Gele auto, ja? Nee, ja, je mag weer. Ja, het is rood, mag je doorrijden. Wat vergeet ik nou? Perfect. Ja, nee, die heb ik nog. Nee, mijn hangkaartje. Maar mijn kaartje heb ik ook nog in mijn telefoon. Okay. Hoesje. Dus. Alleen vanaf zaterdag heb ik hem ook niet meer nodig in winkels, hè? Nee, dan niet meer. Nee, kijk, dat zeg ik. Ik heb hem hier nog. Dus... Reservekaart, dus voor te veel dat. Oh ja, ik wist niet eens dat ik 40 jaar was trouwens. Nee, wist ik ook niet. Nee. Wist je het? Wanneer ben je jaar geweest? Je had al een paar jaar bij elkaar jaar geweest. Nou ja, we hadden dus een opmerking onder een video van iemand. Ja. Over dat ik dus uit een lage broeklijn of zo kwam, weet ik veel, iets die... Ja, even, laat me even uitpraten. Maar dat ik ergens uit een andere broeklijn kom en dat ik dus die mondkapjes en bla bla bla. Ga zo maar even door. Zo, het is druk! Ja, blijkbaar. Slagbomen. Nee, dat ga ik niet. Nee, maar ik laat het je nog wel lezen straks. Maar dat ging over de mondkapjes. En Oké. Okay. Dus daar heb ik ook netjes op geantwoord. Ik heb mama het laten lezen, nou die werd gelijk kwaad. Ja, dat is dus, ik heb gezegd,
is ook de bedoeling. Ja. Maar ik zei al tegen mijn vrouw, moet u niet doen. Ik zei, daar, ik zei dat is alleen maar weer voer, hoor. Als u kwaad wordt, ik zei, dat is alleen maar voer. Ja, dat is juist de bedoeling. Dat is het leuke van commentaar, waar je kwaad op kan worden. Ja. Maar dat niet wordt. Nee. Ja, nou, scheelt weer. Ja, dat scheelt heel erg, ja. Hoorde deze trouwens al nog een keertje naar gekeken? Ja, bij mij. Ja, oké, maar ik bedoel, en door de overheid of de gemeente zelf. Als het goed is, moet je ieder jaar gecheckt worden. Oké, want dat is ook een camera, maar. Je checkt het. Ja, maar waar kijkt hij eigenlijk op uit? Dat geen idee. Is... Nee. Dat snap ik ook wel en dat je geen idee hebt. Ik zie de camera niet namelijk. Maar ik wel. In een Italiaanse auto in Nederland. Ja, grappig. Zeer grappig. Bestuurd door Frans Lauwers. Je moet toch zo'n ding naar rechtdoor. Ja, dat kan. Maar. Met gemak. Hij rijdt ook niet aan. En zonder lichten. Hoe dan? Woensdag met Alex mee in de auto. Ja. Staat echt een politieauto hier op die stuk en lezen, kijken. Dat is leuk. Nou, daarom dat ik het net. Ik wil nog over, hebben niet gelezen. Nou, ja. Miron die heeft een motor voor de verjaardag gekregen van Enzo. Ik hoop dat een motor krijgen voor mijn verjaardag van Enzo. Leuk, dankjewel Enzo. Die mini motor, leuk. Rechtdoor. Heel goed motor, leuk. Ja, van de matchbox, denk ik ooit, weet ik het. Is het mat zwart, hè? Renault? Is het mat zwart? Ja, Renault. Mat zwart? Ik weet niet. Charcoal. Ik vind het wel wat hebben, maar voor mezelf, nee. Dan geef mij maar dan gewoon een lekker glanzend autootje. Dit is ook een mooi autootje, naast je. Wauw. Mooi auto, meneer. Heel duimpje omhoog. Hier is ons kaartje. Ik heb wel de duimpje omhoog. Het is een Jeep, het is een autootje, hoor. Ja, dat is een Jeep. Een autootje. 47 TFD7. Wauw. Ja, dat wel. Maar jullie zien hem als er al een beetje rustig aanrijdt, zien we hem zo meteen in de camera 3, 2, 1. En ja, kijk, daar komt hij al. Hij is zo mooi, jongens. Wauw. Ik vind dat weer mooi. En hij is ook 4x4 race. Hoe dan? Wauw. Maar dat vind ik dan niet. Mooi. 98. Ah.
67. Daar staat geen 8,5 voor de Supreme Plus. Ja, en Supreme, ja. Nou, joe. Maar die Plus pakken we nooit. Volgende. Ja. Maar die pakken we nooit. Nee, dat zit. Hebben we hier stond het CBS? CBS? Ja, CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. En dan hebben we zo meteen de verkeerslichten. En bij de verkeerslichten gaan we dus rechts. Dat is jouw kant op, zeg maar. Ja, mijn kant op. En dit is links, waar je een L kan maken. Ja, maar ik kan een L maken met links natuurlijk. Ja, zo, ja. Dus jongens, rechts. Rijd door. Heb jij wel een gordel om, meis? Vast niet. Gordeltje om, hè? Gordeltje om. Dat zien jullie dan weer niet, mensen, maar in die zwarte autootje. Met die zwarte Nissan, volgens mij. Suzuki, wat is het? Suzuki. Jezus, zelf een kist in. Helemaal goed. Volgens mij heeft dat meisje namelijk geen gordel om. Achteraan. Tuffen, maar dan moet je wel wat sneller rijden. Ja, ik rijd al te hard. Ah ja, en dus 1 kilometer per uur. Ah, kijk, en ze mag wachten ook. Kijk. Het is Jezus zelf een kist in. Ja, het is wel maar volgens mij heeft dat meisje... Volgens mij heeft dat meisje achterin. Jawel. Heeft, ja. En ze gaat nou liggen. Wauw. Er staat NL op de auto. Niet lopen. Niet lopen. Ja. Maar ze gaat nou liggen. Dat is stoppen. Ja. Maar net van een afstand leek het in dat ze haar gordel om had. Nee, dit is aan de handen aan die gordel. Ja. Het kan ook zijn in dat ze hem niet om heeft, maar wel gewoon achterkant. Je wordt opgenomen, meisje. Ja, je wordt opgenomen, hè? Ja, staat je wordt opgenomen, hè? Ja, straks in het ziekenhuis, als je niet oppast. Echt, hè? Nee, maar dat is leuk, weet je? Ja. Oh, wow. Doe maar om, mevrouw. Je mag weer rijden, hoor. Ja. Als je rijbewijs hebt, dan mag je weer rijden. Zo. Boe. Wat was dat? Oh, wat is het? Een Suzuki's... Rio, Salario. Salerio, nou. Naar Salerio kan je dan rijden. Ik ga nooit echt. Als een andere auto aanschaffen, geen Suzuki. Nee. Nee, toch maar niet. Nee, ik ga niet in de CSU zelf een kist in rijden. Nee. Nee, daar zet ik jou zelf wel je kist in. Ah, ze gaat hier af. Mooi, dag. Doei. Maar dan krijg je een ander slakje voor de deur. Hé, meneer agent en mevrouw agent. Oh, ja, inderdaad. Meneer en mevrouw, meneer die rijdt. Vrouwen die zitten naast, maar zonder mondkapje, dat valt me wel op. Ja, het zijn familie van elkaar, dat is het, ja. Nee, maar dat valt me wel heel veel op. Ja. Nu in politieauto's, dat ze er geen mondkapjes meer dragen. Ja. Het is toch familie van elkaar, broer en zus of zo, man, vrouw kan ook. Ja, ergens verre familie. Ja. Nee, nicht mag ook nog. Net zoals mijn nicht is getrouwd geweest. Even rook, waar ik het over wil hebben. Ja. Mijn nicht is getrouwd geweest. Die hebben een zoontje. En hij heeft dus een nicht. Dat is een collega van mij. Maar zijn nicht heeft dus ook een dochter. Ja joh, schei uit. Ja, lekker om ingewikkeld te maken. Ja. Een TG. Te goed. Ja, een Volkswagen. Een TGI. Een appointment maken voor een en wat voor auto is dit? Toyota. 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 Ja. Kijk, want met die vogel daar. Ja, die vogel. Ja, daar. Die ene. Dat is het hoofdkantoor van de politie. Ja, okay. Deze gaan we nog rechtdoor en bij de volgende verkeerslicht gaan we links. Dus niet deze. Is deze links ook, maar de volgende. Ja. Nee, maar dit is het hoofdkantoor van de politie. Aan welke kant ligt het volgende op? Weet ik niet. Vertel jij het maar. De Hofbadtoren, die gaat snel, hoor. Jeetje, mina. Ah. Wonen nu al mensen? Zo. Ik ook. Heb je links aan? Ja. Centrum, hè? Ja, oké. Nou, en hier zwemmen we dus altijd, schat. Ja. Nee, bij het zwembad als het open is. Jammer. Nu even niet. Jammer. Wat?
dat is zo raar. Als je gewoon weer thuis komt en dat je gewoon lovely haar het eten gaat verdedigen. Bij afwezigheid was dat niet het geval. Niks verdedigd te worden. Ik zat gewoon eten. Ik heb voor mij wel wat extra's allemaal. Persoonlijk overhandigd. Persoonlijk overhandigd, joh. Ja. Je meent het. Ja, als ik de kaas aan snijden, wij zijn die korsten eraf. Ik krijg nog een klein stukje. Zonder plastic uiteraard. Jij moet hier er zo vanaf, oké, dat is mooi. Ja, een beetje. Is dit een opel? Ja, dit is een opel. Waarom zat hier op rood? Oh ja, de fietsers, ja. Fietsertjes. Ja, die moeten ook door kunnen rijden. Op een veilige manier. Maar het is jammer dat ik mezelf niet hier heb gezien, hè, bij de serie Red Light. Ja. Rotterdam, hè, toch? Ja, kan niet alles hebben. Nee. Maar dan ben ik er weer uit en gefilterd. Ja, maar ik vind deze wel heel gaaf. Deze slangen, heel mooi. Zwemmen in natuurwater. Check zwemwater.nl. Je meent het. Je kan gratis parkeren binnen, dus dat scheelt ook weer. Zo, je kan hier en hier een afslag niet nemen. Schande! Zo. En einde 30, kijk. Hier komen we meteen niet uit de 30 en hier komen we dan weer in de 30 zone. Dus ja, dat wil je. Rechtdoor, ook al loopt het wel dood, maar hè? Kijk, hier moet de P volgen. Uit voor rechts. Scootertje, die hebben we nog het voorrang. Ja, voor links ook, maar die haai je dan. Ja, klopt. Een zwarte zeeatschat. Ja, hij heeft er nog maar een. Kijk hier erin. Alleen het is hier raar, hè? Parkeren, dat weet je. Ja, ik zal een licht. Het is een beetje smalletjes hier altijd. Een beetje afzetten, zo kijken. Ja, dat is een dik idee. Zo, hij is open. En omhoog. Ja, het is hier lekker een hellinkje, zeg maar. Helling. Even uitkijken voor mijn vrouw en het kind. Oh, kind. Hier een parkingplaats. Parkeerplaatsen, ja. Ja, is goed, ja. Prima. Achteruit erin, als dat is. Kun je snel eruit? Ja, precies. Altijd het slimste is om altijd achteruit in te parkeren. Ik kan er niet altijd tegen. Ik zit zo lekker gewoon vooruit. Maar het is best om lekker achteruit in te parkeren. Kun je lekker weer snel eruit. Dus wij zijn op plaats van bestemming. We gaan even boodschappen doen. Ah, woe. Maar wij wel. Dit is uit. Ja, dit is hier uit, ja. Nou, nee, je moet hier gewoon uit. Niet omhoog, maar je moet die kant op. Ja. Ik wil niet meer gebruikt. Ja, dat weet ik. Dan gaan we helemaal stijl naar beneden zo meteen weer. Kijk. Uitrit. Welke wil je hebben? Diep. Diep, nou prima, dan pak je diep. Hobbeltje. Zwarte fiets, andere kleur. Ja, precies.
31. Zo. Ja, en daar mag je niet 30. Nee, dus ik mag 60 rijden. Ja. Dan zijn we z'n tweeën. En daar mag je stoppen. Ja. Vooral als dit op rood, dan zou ik dat aanbevelen. Ja. Ja. En toen mochten we nog wachten. Dat is leuk. Maar ik vind dat huisje wel grappig. Dat dit, hè? Ja. Dat die paal waar tegenaan is gereden. Ja, een beetje scheef, maar. Knak. Knak tegenaan. Laat je het even zien. Wat, kijk, dat mooie witte huisje. Met die knakpaal. Met die knakpaal, ja. Dat is leuk, dat is grappig. Maar meneer Grappenhausen, die heeft wel gezegd... Hey, gratis onderdelen. Gratis onderdelen.nl. Nee, maar meneer Grappenhausen, die heeft dus gezegd... En dat meneer Koning dus... ja, meneer, wat gaan we doen met die C5? Dus geen handen had mogen schudden. Want de corona-regels gelden ook voor hem. En ook die 1,5 meter heeft hij niet gehandhaafd. Nee, joh. Deze toch zo gaaf. Wat het inhoudt, ik weet het niet, maar... Ik zat even niet op te letten. Een beetje, deels wel, deels niet volgens mij. Deels niet, dat is echt... Ik ben aan de sinaasappelsap, dat is best grappig lekker. Toch wel? Ja. Ik had geweten dat ik er 3 mee had. Nou, je kan nog terug hoor. Ja. Ja, nou en? Dus? Dus en? Ik heb al één. Oh ja, het trammetje heeft voorrang hoor. Ja. Oh nee, die gaat die kant op. Die dus die komt hier nog niet, of wel, wel over in. Ja, hè? Huh? Oh ja, dan mag je daar weer van wachten. Ja, oké. Okay. Ja, voorbij is het weer. Die heeft geen groen licht, wel oranje erop. Spaart weer in de kleurtjes. Hier nog rechtdoor, bij de volgende ramen. Recht. En dan komen we de tram weer tegen. Ja, zijn probleem. Maximaal 5 minuten mag je dus dan. Bij de info. Jij 5 minuten, ik 5 minuten. Oh ja. Kijk, dit is het zwembad waar we in principe altijd gaan zwemmen. Dit is wel groter geworden. Hè? Het is wel groter geworden. Nee, wat die kant. Anders ga je snel weer. Als balkon hebben, man. Schijt toch uit. Niet uit. Het is wel een lang balkon. Dat wel. Dat dan weer wel, maar toch. BMW, nou. Geef die maar van Alex. Die is brood met borst, lekker. Ja, bouw op en op water. Of nog anders, nee, blote meidenwagen. Bouw met water, ja, ijsblokjes. Igloos bouw. Nee. Heeft de tram niet voor, hè? Ja, nu wel, maar hier niet. Ja, meestal even voor, want we gaan er beide dezelfde kant. Ja, daarom precies dat. Je kan kiezen die kant op of rechtdoor. Ik wil graag rechts af, mag dat ook? Ja joh, ga jij maar lekker. Iets leuks doen. Oh, met het rijden. Waar ik het van de week met jou over had, vorige week. Jawel, over het rijden en dan de kijkers laten bepalen. De bellers. De bellers. Ja, oké. Okay. Dat. Renault. Kom maar. Ja, gaan we echt. Oh, jeetje, mintjes. Ja, zo kan het ook. Ja. Nou, ik wel de kruising 15 meter. Ja, zo netjes. Heel netjes. Ja, goed zo meneer. Keurig meneer. Ook meneer. Jij mag wachten, want je hebt mij eten. Ja, je het anders, als we het kunnen eten.
Reus van Facebook. Ja. Die maakt dus altijd foto's, weet je wel, van het winkelcentrum. Ja. En, hè, en dus nu ook dat het heel rustig is rondom het winkelcentrum. Okay, ja. Nou, terwijl dat niet zo is, en dat weten we ook. Ja, maar heel veel van zijn volgers, ja, die gaan er al tegenin. Ja, maar het is niet rustig en bla bla bla. Ja, zo rustig als je het wil hebben, zeg. Hé, hey, grote vriendjes. Met leuke blauwe lampjes. Hoor. Mag je die filmen? Huh? Voor mij wel. Ja, mag zeker wel. Ja, en de Subway is ook lekker. De Subway. Zo, wat denk je? Even zo'n grote bocht nemen of zo. Ja. Jij bent al die bochten zo krap, nee, neem ik hem ruim, is het weer niet goed? Nee, nooit. Weet je toch onderhand van mij dat ik nooit iets goed vind? We hebben een reserve al in de bochten. Ja, is goed, prima. Ga maar lekker crossen met dat ding. Welke reserve onderdelen? Die heb je al niet eens meer. En dan zie ik een bijna identiek orretje. Het is ook volgens mij weer een Cezu zelf een kist in. Of maar dat geeft niet, zit ook een reserve onderdelen aan. Vier wielen bijvoorbeeld. De taxi. Ja, dat zeg ik. Een auto. Ja, gaat lekker die kant op. Ik weer rechts. Oh ja, dat kan ook hartstikke mooi. Ja, toen maar. Jeetje. Hé, ze heeft de gaspedaal gevonden. Ja. Hoe doet ze dat? Stuk. Is leuk, zegt hij ook nog. Ja, ik zie in een Mercedes busje drie dames op een rij en net allemaal dit gaan doen. Heerlijk. Dat is leuk. Zo, had hij last van? Ja, wat gaan we doen? Rijden? Niet rijden. Nou, we gaan lekker dik wat op. Nu, please, doen we niet. Nee, ik denk dan had je hun namelijk die achteruit in de spiegel kunnen rijden. Ja, ik niet hoor. Ja. Lekker dansen! Nee, ga maar lekker dik op. Zo, het is 50. Oeps, zo, oké. Okay. Het zal wel weer druk wezen, zeker. Ja, denk ik wel. Mal of de Nederland? Ja. Mal of Nederland? Wauw! Wat is er aan de hand, jongens? File! Ja, door naar het tunnel. Ja, met de koekoek. Deze route nou gekozen. Het andere was in de file. Ik ben tenminste niet alleen in de file. Dat scheelt ook weer. Ja? Nee, dat zei Miron ook al. Van ja, maar waar zouden ze eigenlijk allemaal naartoe gaan? Waar? Wacht eens een keer weg, te grappig om te weten. Waar zouden die kruisen voor dienen eigenlijk hier? Om erop te staan natuurlijk. Ja. Ja, en dan gaat zij er weer opstaan. Op het kruis staan, ja, dat is niet handig. Nee. Stel dat ding naar beneden, komt er dan een heel ding door je dak heen. Ja, maar niemand die houdt daar rekening mee, lief. Nee, beetje dommer. Een klein beetje maar. Het is druk, jeetje. Ja. Nee hoor, op de heus, het is helemaal niet... Niet druk. Niet druk hoor, nee joh. Kom hierbij. Het is heel rustig hoor, ja hoor. Ga eens even in de gaten houden, hoe lang we hier over doen. Hey. Ja, oi. Oh, wow.
Ja, nou geef mij maar die van Alex. Zo. Het een beetje donker. Ja, is lekker. Ja, maar heel veel mensen die klagen. Ja, en we doen de 20 minuten om thuis te komen. Want Emmertje staat hier vast in die tunnels. Ja, maar niemand is het meer gewend. En dan die hele lockdown. Ja, dit is gewoon een normale situatie. Als het druk is, staat er file. Vooral hier. Ja. Maar daar zeg ik al, niemand is het meer gewend voor bijna anderhalf jaar om dus in files te staan. Nee. Maar ik vind het juist weer heerlijk om juist weer, weet je, zo en zo behoort het. Anderhalve meter, hè? We hebben sowieso 2 seconden in het verkeer afstand houden met auto's. Ja, maar ook hier? Ja, ook in de tunnel. Ook met verkeer. Ja, maar doe je nou niet? De 2 seconden regel. Dus 1, 2. Als ik zo langzaam rijd. 21, 22. Ja, ik wil maar. Het is ook een prutsnelheid. Als je stilstaat, dan kan je ook geen 2 seconden afstand houden. Dat duurt een eeuwigheid. 2 uur afstand in de parkeerstand, nou. Ja, tuurlijk. Dat is toch handig. Waarom hebben mensen er geen licht aan? Dat er wel licht in de tunnel. Even een beetje aan de kant, schat. Er komt een motorrijder aan. Niemand gaat aan de kant. Ja, maar niemand houdt afstand. Iedereen die moet maar zo, nee. Ja, lekker groot. Afstand. Ook links en rechts, 1,5 meter ertussen. Die Audi die trapt er gewoon tussen. Ook zo. Kijk. Godsamme! Jeetje mine! Echt zo, hè? Hé, hey, liever. Je mag. Ga van die weg af, man, als je niet kan rijden. Hè, schat? Jeetje mine! Ga van die weg af, dan. Vooral als je in Den Haag niet kan rijden. Hier boven parkeren. Doe maar gewoon bij de Jumbo zelf. Okay. Die zon hier staat er ook op. Ja. Hi meneer. Noot. Het hele voor. Ja, rijden toe maar. TG. Voorschoten. Golf TSI.
Moet ik ruim richting aangeven, heb ik daar flippers van? TDI is handig, ja. Het luxe, Jeetje, hallo. Daar komt wel het luxe maar. Zo. Ik weet niet hoe die moet rijden hier, lief. De L. SU5097. Waar kom jij vandaan, man? Luxemburg, voor mij. Oh, ook hierin. Wauw. Okay. Rijnvaren, een kleine hoek nog maken, ja. Huh? Oh, toch maar niet. Leuk. Autootje. Ja, je kan hier naar wat zien. Ja, eieren. Oh, eieren. Moet eitjes hebben. 16 plaatsen, daar hebben ze gevaar. Oh, zat hier. Oh ja, mensen, mochten jullie hier komen, ga niet hier en bij dit ding gaan drukken. Voor een kaartje, die krijg je toch niet? Nee. Het is gewoon rustig aanrijden, het is op een kenteken. Dat is een oude Saapje. 900 turbo. En dan zeg ik, wil je een rampje ook open? Ja. Ja. Het is warm, jongens. Joh. Het is benauwd. Benauwd en warm. Ja. Ah, daarom hebben we ook de raampjes open. Arco. Niet arco. Achter de raam kunnen niet open. Nee. Helaas nog niet. Ja, ja. Oh, lekker dat windje. Oh, lekker. Mijn moeders is wel altijd zo, hè? Ja. Met dat. Ja. Die wel. Maar meneer chef ook hoor. Meneer de chef wel. Moeders en chef. En dan hebben jullie zoiets van, waar hebben we het over weer? Ja. Een lokale supermarkt hier. Die ons leuke kortingen geeft.nl. Ja, ik had het aanraden. Oh, heerlijk. Ja. En vooral als je een vaste klant bent. Ja, zonder vaste klant, dan krijg je toch korting. Ja, niet echt, voor te sparen. Nee. Dat ja, echt hè? Dat, ja, maar dat scheelt echt hè? Ja. Dat is wel aanslag op een hele borrel. Ja. Als je nou een borrel hebt, neem wat kleinere slokjes. Dan heb je meer borrel. Of niet zo? Nee, nee. Ja. Zo, dat is een mooie witte. Hele mooie witte. Oh, lekker, lekker, lekker jongens, dit windje. Heerlijk. Ja, misschien heeft Roderick zo meteen nog wat te vertellen aan jullie. Geen idee, maar ik moet zo. Ik ook niet. Misschien jij iets te vertellen hebt aan mij. Wat zou je mij willen vertellen? Nou, vraag alleen, ik weet niet wat. Zo, zo. 1,769. Oud. Kruisingvrij. 1,99 voor de V-Power. Ik heb jou een video opgestuurd en ik krijg. Die hebben ook de kijkers gezien. Hier is het. Waarom je misschien dat, dat je dat de kijkers kan uitleggen. Je hebt een rijles. Er wordt geleerd om dus altijd kruisingen vrij te houden. Waarom doen mensen dat niet? Dat is een hele goede vraag. Ja, dus ik zou zeggen, denk er eens over na. Ja. Nadenken, ja, waar je kruising niet vraagt. Ja. Om aan te sluiten misschien. Van ja, het is toch leeg links rechts. Dus ga ik lekker door, want ik heb nog groen. Dat zou nog kunnen. Van, hey, ik heb groen lichtjes, dan rijd ik door en sluit ik aan. Netjes. Want links rechts is er niemand en er zijn toch haaientanden. Maar als er een calamiteitenvoertuig van links of rechts aankomt met hoge snelheid en lampjes, ja, dan moet je snel die kruising af. En dat kan dan niet, dat is wel jammer. Ja, soms zijn van die bruggen, zeg maar, met van die slagbomen. Dan staat op de asfalt staat een kruis. Ja, als je daar dan op gaat staan en die slagboom gaat naar beneden, dan krijg je een slagboom door je dak. Dat lijkt me ook niet handig.
soms daarbij in- en uitritten, in zijstraten, staat er ook een kruis. Want mensen die komen eraan, die moeten meteen rechtsaf. Maar als je daar niemand komt, ja, dan ga je op dat kruis staan. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar ja, bij drukte, ja, dan weet je het niet. Hij kon hier niet wisselen. Nee. Even kijken waar we hem wel kunnen wisselen. Bij de hoofdje. Ja, misschien, ja. Is een goeie, ja. Nee, dat weet ik ook niet. Een Audi, als jij gaat. Ja, ik kan. Ja. Therese, ja, hè? Dat weet je wel. Ben je rijden hoor? Ja, dat is handiger. Lekker die kant op. Dag. Maar wat heb je tegen de kijkers gezegd? Ja, zo, waarom gaan we zo langs dan? Een verhaaltje houden. Jezus. Ja? Van kruisingen, zijstraat en afgekruisde slagbomen. Ja, maar je hebt het zelf gezien op en op die video. Ja. In Den Uyl. Ja. En dan heb je een bocht met hem met echt dat je om moet. Ja. Maar dan gaan ze niet om. Nee, dan gaan ze... Toch echt door. Terwijl het niet voorgesorteerd is. Nee. En hoe krijg je een gevaarlijke? Twee banen. Eén voor weer terug naar links, zeg maar. Soort van schuin links. En één voor rechtdoor, rechtsaf. Ja. Ja, er zijn mensen die gaan rechtdoor. Die gaan rechtdoor. Die naar links staat, die gaat ook rechtdoor. Ja, dan krijg je problemen. Ja. Dit is zo raar bizar. Ja. Dus, ja, wel iemand met die caravan. De aanhanger. Ja, ook zo'n rare. Hele rare. Zo, wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Geen idee. Jeetje. En hij moet weer opbouwen. Oké. Twee auto's door. Deze was dicht, hè? Ja. Ja. Theresienstraat, dus je kan die kant op, die kant op. Kan die ook rechtdoor rijden naar rechtsaf? Ja, dat kan ook, maar... Ja, dat kan ook. Als ik licht hier groen is, ga ik hier rechtsaf natuurlijk. Dat weet ik wel. Dan moet je heel snel wezen. Ja, maar even de laatste beslissing maken. Ja, meteen. Laatste beslissing. Dat, en dat doet Rode dus eigenlijk in principe nooit. En de laatste beslissing maken, maar... Moet ook een keertje kunnen. Dat jij erbij bent. Want? Omdat ik mee kijk? Ja, precies. Dat ja, was toch al groen, dus dan kan je lekker rechts. Maar hier weer wachten. Ja, gewoon wat minder... gewoon een beetje afnemen. Minderen. Ja, maar je moet toch wachten. Ja, het is nog groot, hè? Ja. Ik denk dat er maar een V-week Golf moeten kopen. Een groene, dan rijd je in de groene Golf. Ja, precies. Maar of dat helpt voor verkeerslichten, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet, schat. Dat denk ik nooit. Nee, dag school, doei school. Ik mis ze wel eigenlijk. Ja. Maar ja, dat, en dat komt omdat iemand anders ons weg heeft lopen pesten. Ja. Ik werd de wacht aangezegd, omdat... Moet je wel iets hier praten, niet? Ja. Ik werd eigenlijk de wacht aangezegd, kreeg een belletje. Ja. Van de coördinator. Nee, niet de coördinator, de regiomanager. Ja. Omdat iemand anders aan een collega een berichtje had gestuurd. Ja, gewoon van hoe gaat dat, ja. Ja. Dat mag daar blijkbaar werd ik dus voor op afgerekend. Nog steeds niet hoe, maar als ik dus niet functioneer als medewerker, moet dus de coördinator mij aanspreken en niet de regio-manager. Nee, dus en de coördinator moet dan een vorm van afscheidspresentje. Ja, en die heb ik ook niet gehad. Heb ik niet gekregen en geen gesprek en geen aanbieding voor een verbetertraject. Ja, ik weet niet hoe ik mij moet verbeteren dat iemand anders een berichtje gaat sturen naar collega. Geen idee hoe ik dat zou moeten regelen. Is toch handig. Oké, persoon A stuurt aan persoon B een bericht en persoon C wordt erop afgerekend. Wat heeft die ermee te maken? Helemaal niets. Nee. Ja, dus dat snap ik nog steeds niet. Nee, ik snap het ook niet, maar ja... Nee, als ik dus zeg maar weer terug zou gaan, ja. Mogen komen, willen, en ik sta op een groep 4 of groep 3, zou ik aan die leerlingen vragen, wat zouden jullie van mij nog extra willen leren? Bijvoorbeeld het aantal spellingsalfabet of EHBO of iets buiten curriculairs om, zeg maar. Uh-huh. Of willen jullie een Latijnse woorden van mij leren? Ik noem maar even iets. Ja. Of willen jullie weten hoe je moet tandenboek poetsen? Dat is even iets stom. Nee, maar het is
wel zo, weet je? Ja, dat leer je niet op school. Kijk dus uit, hè, want dit is een rotonde en je hebt hier geen voorrang. Het is een bananenrotonde. Ja, het is een... En er komt een fietser aan met mondkapje. Ja, en die werken toch niet? Die is goed gemust. Maar ja, aanstaande zaterdag is het ook zo heel veel niet en niet meer nodig. Mondkapjes. Nee, maar dat scheelt. In drukke plaatsen binnen. Ja, zoals... Zoals bij het OV, waar niemand naartoe wil. Maar als je dus buiten de spits om gaat reizen met de trein, eerste klas, en zit in je eentje in zo'n grote coupé, zeg maar, compartiment, dan is het dus niet druk. Dus hoef je ook geen mondkapje op, volgens mij. Nee. Maar weet je nog dat wij toen met de trein gingen, dat we de eerste klas zaten. Toen hadden we Lady, Max nog, ja. En Lovely. En dat heel veel mensen in één keer ook in de eerste klas kwamen, terwijl ze dan niet... Dat is het tweede klas kaartje. Zo, mijn lady, die hield me wel rustig. Zo. Maar alsnog, ik snap het zo niet, en verlofde en dat ze zo weer blij was om weer thuis te zijn. Dat was echt druk alleen. Ja. Oh, en dansen, wow. Springen en gek doen. Nou, heerlijk. 1,75,9. En dan moet je even op, dinsdag of donderdag, woensdag na te lopen. Ja, of juist heel vroeg in de ochtend, of laat in de avond. Dat zou ook nog eventueel kunnen. Is het 1,78,9. Dat scheelt 3 cent. Ja. Wat is het? C23. Ja, maar wat is het voor een? Een Mitsu. Mitsubishi. 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 Ja, Hatsu. Hatsu. Ja, precies. Ja, en heel raar wat wij heel raar vinden, er zijn bij ons een aantal X-hoogvliets in de buurt. Ja. Er zijn twee nu al dicht. Ja, maar één niet. En één niet. Nee. En die gaat pas om 9 uur dicht. Ja. Heel raar. Ja, doorrijden, wat is dat met groen? Dat is mooi, hè? Oh ja, ik vroeg aan Piet, ik heb een vraag. Ik vroeg aan hem van, ja. Joh, en je hebt een picknick autootje. Ja. Ik zei, die staat stil. Ik zei, die heeft in één keer de knipperlicht naar rechts aan. Bij een... Ingang, juist. Een zijstraat. Ik zei, maar hij gaat naar links, hoe dan? Ja, zegt hij, maar dan heeft hij geen voorrang. Zeg maar, hij nam wel voorrang. Ja, dat mag niet. Mag niet. Toch niet. Nee. Hallo M. Dag M. Millie. Hè? Millie. Ja, Millie. Millie Vanilli. Ja. Maar dat is geen familie. Millie Vanilli. Is er weer plek voor de deur? Hier is nog plek voor de deur. Ja. Zat. Ja.